Goedenavond, ik ben Jan Verhagen, ik ben de spreker van vanavond. Ik ben lang geleden opgeleid als bioloog, heb heel lang in het voortgezet onderwijs gewerkt, heb op een gegeven moment kennis gemaakt met de amateurarcheologie en ben in 2004 overgestoken naar de beroepsarcheologie. En in dat verband heb ik een promotieonderzoek gedaan naar de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maasdelta. En daarover ga ik vanavond mijn verhaal vertellen aan het publiek. En een belangrijk punt daarbij zal zijn, wat heeft dat te betekenen voor Velzen en omgeving, dat wil zeggen Noord-Holland. Daar is ook uit mijn onderzoek weer het nodige uit af te leiden wat voor deze regio interessant is. Heel belangrijk is, wat versta je onder waterwerken? Want die term wordt gebruikt voor dingen die niet altijd hetzelfde zijn. En binnen mijn onderzoek versta ik onder waterwerken de kunstmatige elementen in de infrastructuur voor transport over water. Dus je had een natuurlijk rivierennetwerk met meren en de zee. Maar de Romeinen hebben kanalen aangelegd, hebben dammen gebouwd, hebben havens aangelegd en ook kleinere werken zoals kadeconstructies en dergelijke. En die kunstmatige elementen zorgden er dus voor dat er een betere infrastructuur ontstond voor het transport over water. Dit is dus een andere term dan watermanagement, want die is breder. We kennen bijvoorbeeld bij Nijmegen een aquaduct dat vanuit Bergendal vers water naar het legioenskamp en de bijbehorende burgernederzetting heeft gevoerd. Dat is een voorbeeld van watermanagement. En zo zijn in Nederland, in het Westland, greppelsystemen gevonden om voor de landbouw het water, overtollige water, sneller af te voeren. Duidelijk uit de Romeinse tijd. Ja, en ook irrigatie bijvoorbeeld. Ja, daar is in onze contraien dan geen sprake van, maar in het zuiden van Europa wel. Dat valt allemaal onder watermanagement. Mijn promotieonderzoek bestond uit 4 delen. Ik heb een uitgebreide literatuurstudie gedaan om natuurlijk een beeld te kunnen schetsen van wat hebben we überhaupt allemaal aan onderdelen van de waterwerken in Nederland en ook buiten Nederland van ja, zijn die werken die we hier hebben ook enigszins vergelijkbaar met wat we elders in het Romeinse Rijk aantreffen. En aan de hand van die literatuurstudie ben ik gaan kijken waar zou ik zinvol onderzoek kunnen doen om wat meer te weten te komen. En ik was zelf erg geïnteresseerd in de werken van Drusus, omdat we daar eigenlijk tot voor kort het minste over wisten. En daarom heb ik besloten om veldonderzoek te doen bij Herwen. Daar heeft de Dam van Drusus gelegen op de splitsing van Rijn en Waal. Maar ja, goed, die is verspoeld, hè, want die ligt in een stroomgordel van zowel de Waal als de Rijn. Dus het is niet makkelijk om daar onderzoek naar te doen. Ik heb besloten om het te richten op de context van dat splitsingspunt. En daar te proberen meer duidelijkheid in te brengen. En wat betreft de Drususgrachten of Drususkanalen, heb ik me gericht op het gebied van de Utrechtse Vecht. Nadat ik na een analyse van een heleboel verschillende hypotheses tot de conclusie kwam dat de Utrechtse Vecht de meest kansrijke was. Verder heb ik me ook nog bezig gehouden met de connectiepunten tussen transport over water en het transport over land. En dat betreft in ons gebied langs de Rijn vooral de Castella. Dat waren de aansluitingspunten waar ook overslag van goederen kon plaatsvinden. Alleen daar zal ik het niet over hebben. Ik moet me natuurlijk beperken om het in een avond verteld te krijgen. Het enige wat ik wil zeggen is dat daar de 4 nieuwe identificaties van Romeinse plaatsnamen uit voortgekomen zijn. Dus dat bijvoorbeeld Castor Hercules, dat niet Arnhem-Meinerswijk is, maar dat de Castra in Nijmegen is, het aan Hercules gewijde legioenskamp. Maar goed, dat is op zich ook al een leuk onderwerp.
Maar helaas, dat is niet allemaal mogelijk. Ik ga het dus vooral over de waterwerken op zich hebben. In het hele Romeinse Rijk zijn diverse voorbeelden van kanalen die zijn aangelegd. Een deel kennen we uit de vermeldingen van de klassieke geschiedschrijvers. En een deel kennen we door bodemonderzoek en juist niet uit de geschriften van de geschiedschrijvers. Hier is een overzicht te zien en dit zijn echt niet alle kanalen die bekend zijn, maar voor zover ik ze kon achterhalen heb ik ze op de kaart gezet. De zwarte zijn voltooid, maar de rode die zijn niet voltooid. En wat dat betreft was het toen net als nu. Tegenwoordig ondernemen we wel eens grootse planologische projecten, maar het lukt niet altijd om ze tot een goed eind te brengen. En als het wel lukt, dan gaan de kosten vaak één of meerdere keren over de kop. Nou, daar hadden de Romeinen ook al problemen mee. Maar ja, er is ook nog niet veel onderzoek gedaan eigenlijk naar de Romeinse kanalen. En in Nederland hebben we het kanaal van Corbulo, daar zal ik dadelijk uitgebreider op ingaan. Maar al gaandeweg ben ik tot de conclusie gekomen dat een van de twee meest bestudeerde kanalen van het Romeinse Rijk is. Dat is 1b hier. En het is vergelijkbaar met het Canale Romano, dus een vrij kort kanaal tussen Rome en Ostia. Omdat de Tiber niet makkelijk bevaarbaar was, daar is ook behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. En verder een aantal kanalen in de Po-delta. Daar is over een lengte van ongeveer 200 kilometer lang achter de kustlijn een kanalenstelsel aangelegd. En ja, dat is typerend voor wat de Romeinen deden. Die wilden niet graag over de zee varen. En dus probeerden ze achter de kustlijn, binnenlands, probeerden ze een bevaarbare verbinding te creëren. En dat heeft niet alleen te maken met dat het varen op zee wat riskanter is, maar ook met het feit dat je, als je transport uit het binnenland doet, dat je moet overslaan op zeeschepen en op de andere plek weer omgekeerd. Dus dat is ook extra werk. Dat is wat de belangrijkste dingen zijn die dat bepalen. In onze Rijndelta zijn er twee kanalen die door klassieke schrijvers vermeld zijn. Dat is ten eerste het kanaal of de kanalen van Drusus. Het is maar net welke klassieke auteur je aan het woord hebt, of het enkelvoud of meervoud is. Suetonius die heeft het over kanalen die zijn aangelegd aan de overkant van de Rijn en wordt beschreven ook als een reusachtig werk. Terwijl Tacitus het alleen heeft over één kanaal, enkelvoud dus, en dat heeft betrekking op Germanicus, dat was de zoon van Drusus. Die vaart op een gegeven moment dus het kanaal in dat naar zijn vader is genoemd, dus Drususgracht. Alleen het punt is wel dat in het Latijn is geen lidwoord. Dus hij vaart het kanaal in, maar je kan het net zo goed lezen, hij vaart een kanaal in. Dus wat dat betreft sluit dat de meervoud ook niet helemaal uit. Maar ja, het is iets wat we in ogenschouw moeten nemen. En het kan natuurlijk ook nog zijn dat als de kanalen in serie achter elkaar zijn, dat je dat uiteindelijk als één kanaal beschouwt. Dus er zijn dingen zeg maar die het wat nuanceren. Dat is het kanaal van Drusus, echt aan het begin van de Romeinse tijd. En de bedoeling daarvan was om Germanië, Noord-Germanië te veroveren. En op een of andere manier dus via die kanalenroute een vaarverbinding naar het noorden tot stand te brengen. Het kanaal van Corbulo is van ongeveer 50 na Christus. Dat is pakweg tussen Leiden Naaldwijk aangelegd. Dus tussen de Rijn, de Oude Rijn en de Maas, wat tegenwoordig de Nieuwe Waterweg is. En dat wordt ook door twee klassieke auteurs vermeld. De ene is Tacitus.
En die heeft het over een kanaal tussen Maas en Rijn, maar dat doet Cassius Dio ook, dus dat is geen verschil. Alleen voor de reden daarvoor omschrijft Tacitus als dat het is om de ongewisse tocht over de oceaan te vermijden en het leger aan het werk te houden. Ja. Het leger aan het werk houden, dat kom je vaker tegen bij meerdere projecten. En het is wel een punt, alleen wil je muiterij voorkomen, dan moet je toch ook wel duidelijk kunnen maken dat het wel enige zin heeft, het werk waarvoor de legioensoldaten zich inspannen. Maar blijkbaar heeft Corbulo dat dus toch wel aan zijn manschappen kunnen uitleggen, want het kanaal is voltooid. En Cassius Dio heeft een hele andere verklaring, namelijk dat dat kanaal zou moeten voorkomen dat de vloed van de zee overstromingen zou veroorzaken. Zowel de Oude Rijn als de Maasmond in de Romeinse tijd, dat waren estuaria, dat wil zeggen brede rivieropeningen. En als het vloed werd op de zee, dan kwam die vloed dus ook in de rivieropening, maar die werd smaller en dus had je heel veel landinwaarts, was die vloed nog merkbaar. En dat kon soms zelfs betekenen dat het zo opgestuwd werd dat het land overstroomde, bij springvloeden bijvoorbeeld. Maar ik denk dat Cassius Dio de klok heeft horen luiden, maar niet wist waar de klepel hangt. Want een kanaal graven, dat heeft maar een heel beperkt waterbergend vermogen. En dan kun je veel beter een heel groot meer aanleggen waarin een soort buffer kan worden opgevangen. Maar het is niet logisch dat een kanaal naar de andere kant toe, zeg maar, gegraven wordt met dat doel. Plus, we weten inmiddels dat het kanaal van Corbulo, dat er ook een sluis of overtoom in heeft gezeten. Dus echt een soort waterscheiding. Dat zijn de twee kanalen die we kennen uit de klassieke vermeldingen. In Nederland, maar in heel Europa, kregen we aan het eind van de middeleeuwen kregen we de Renaissance. En toen kwamen de geschriften van de klassieke auteurs, die waren teruggevonden in allerlei bibliotheken in Zuid-Europa, die kwamen steeds meer in de belangstelling te staan. En daar lazen historici, lazen ook dingen die op onze gebieden betrekking hadden. Bijvoorbeeld over het land van de Bataven. En daar lazen ze over de kanalen van Corbulo en Drusus. En ja, toen gingen ze denken, waar zouden die gelegen kunnen hebben? En men had het idee van, ja, dat moeten we nog in ons rivierenstelsel met allerlei vertakkingen wellicht terug kunnen vinden. En Ortelius, nog net in de 16e eeuw, die heeft een mooie kaart gemaakt. En daar zien we hier bijvoorbeeld het Flevomeer. En dit is de Rijn. En bij de Rijn takt zich hier de Lek af. En die heeft bij de Lek Fossa Corbulonis gezet. Dus hij dacht van, hé, dat zal wel gegraven zijn. Een verbinding tussen de Rijn en de Maas. Of Maas-Waal-estuarium wordt het ook wel genoemd. Als je verder naar die kaart kijkt, die heeft ook allerlei plaatsnamen die in de Romeinse bronnen te vinden zijn, aan allerlei willekeurige plaatsen gekoppeld. Bijvoorbeeld Arenatium, daarvan weten we nu dat Kleef is, plaatsen niet bij Arnhem, omdat die gewoon die namen op elkaar vond lijken. Batavodorum, dat is Nijmegen, voordat het Noviomagus gaat heten, dat plaatst niet bij Wijk bij Duurstede, dus... Ja, dat waren toch allemaal gokjes die door die cartografen toen gemaakt werden. Ja, Drusus, ook in de 16e eeuw, Drususkanaal. Dat was Christiaan Schrote die een prachtige kaarten maakte. En hier, zeg maar, heb je Arnhem, daar heb je Doesburg. Hier komt de Oude IJssel, is ons land binnengekomen. En die heeft bij het stuk tussen Westervoort en Doesburg heeft die staan Fossa Drusiana, dus de gracht van Drusus. En ja, dat stuk IJssel is altijd een beetje een raar stuk riviertak geweest.
Want onze rivieren stroomden eigenlijk van zuidoost naar noordwest globaal. En deze stroom naar het noordoosten toe. Dat is toch al een beetje een vreemd stukje. Maar goed, toen werd dat dus geopperd. Van dat die verbinding zal aangelegd zijn. En die oude IJssel die zal in de prehistorie langs Zutphen en Zwolle naar Kampen gestroomd hebben. Nou, in de praktijk blijkt dat toch anders te zijn. Daar kom ik dadelijk op terug. Het kanaal van Corbulo. Dat is inmiddels in het gebied tussen Rijswijk en Voorschoten. Dus eigenlijk achter de duinwallen waar Den Haag bijvoorbeeld op ligt. Is dat op een enkele tientallen plekken is dat kanaal al teruggevonden. En op deze plek, dat is in Leidschendam, is in een sleuf een hele mooie doorsnede tot stand gekomen. En daar kun je ook precies de kenmerken zien die een kanaal eigenlijk hoort te hebben. Eigenlijk moet je omkeren van wat je ziet daar. Daaruit kun je afleiden dat het bewust op die manier is aangelegd. Kenmerkend is bijvoorbeeld een vlakke bodem. Een goed kanaal moet over de volledige breedte bevaarbaar zijn. Dus moet niet het midden onnodig diep zijn en de zijkant te ondiep. Nee, gewoon één vaste diepte. Dus hier zie je heel duidelijk een min of meer vlakke bodem. En dan zie je een kenmerkende knik bij de overgang naar het taluut. En dat duidt ook op mensenwerk. Dat ontstaat niet makkelijk op natuurlijke wijze. Als een natuurlijke waterstroom zeg maar door een gebied gaat, en in dit geval is het een gebied van veen, die grond waar het in uitgegraven is, is hartstikke zwart. Dan krijgt zo'n gul die krijgt de vorm van een halve ovaal. Dus de overgang naar het taluut die is heel geleidelijk en niet zo'n knik. Dus dat wijst ook op een kanaal. Verder is het zo dat voor het kanaal van Corbulo hebben we kunnen vaststellen dat de breedte op de verschillende plekken varieert van 12 tot 15 meter. Nou, vrij logisch. De Romeinse transportschepen waren 4, 4,5 meter breed. We konden elkaar makkelijk passeren in zo'n kanaal. De waterdiepte was niet zo heel diep. En die platbodems, die transportschepen, dat waren platbodems. Dus platte schepen die gespreid draagvermogen hadden. En daarvoor was zo'n waterdiepte was meer dan genoeg dat er voldoende ruimte tussen het schip en de bodem van het kanaal was. Soms heb je andere kenmerken, maar die hoeven er niet altijd te zijn. Soms is een kanaal beschoeid, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. En omgekeerd zelfs, de vraag is of ze een natuurlijke loop misschien toch ergens beschoeid kunnen hebben om hem bijvoorbeeld tegen afkalving of zo te beschermen. Maar die kans is niet groot. Dus over het algemeen wijzen beschoeiingen op een kunstmatige aanleg. En ook schopsteken, dus dat er zeg maar in de klei uitgestoken is. Dat zie je dan dus aan de onderkant van de kleivulling die er later in is afgezet. Daar kun je het soms ook aan herkennen. Nou is het punt dat sommige kanalen. Kijk, dit kanaal van Corbulo is op een gegeven moment buiten gebruik geraakt en dichtgeslipt. Het is helemaal opgevuld met klei. Maar er zijn ook kanalen die in een andere situatie lagen. En daar kom ik zo dadelijk op. Die zijn opgenomen in het natuurlijke rivierennetwerk. En dat geldt naar mijn idee voor de kanalen van Drusus. Ik heb naast de hypothese dus uit de 16e eeuw, heb ik in de literatuur nog 10 andere hypotheses gevonden voor waar de Drususgracht gelopen zou hebben. En dat zijn die rode lijnen hier allemaal met de nummering. Dus er zijn 2 varianten in Duitsland. Ongeveer tegenover Xanten vanaf Wezel naar de Oude IJssel toe of parallel aan de Rijn. Dan in het gebied rond Arnhem een heleboel varianten
op de theorie uit de 17e eeuw. Maar ook een doorsteek door de Gelderse Vallei. En ook de Utrechtse Vecht. Het zijn allemaal theorieën die eind 19e eeuw of in de eerste helft van de 20e eeuw zijn geopperd. En de jongste theorieën die dateren uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Ja, daar kan er maar eentje van kloppen, zou ik zeggen. Maar wat heel belangrijk is geweest om hier een selectie in tot stand te brengen. Een heleboel hypotheses blijken uiteindelijk toch niet mogelijk te zijn. En dat heeft te maken met het feit dat de ouderdom van de IJssel, dat die anders is dan we ingeschat hebben. Heel lang hebben we het idee gehad dat de oude IJssel, die uit Duitsland kwam langs Doetinchem-Doesburg, dat die vervolgens langs naar het noorden gestroomd had, langs Zutphen, Deventer, Zwolle, naar Kampen. En in de tijd dan in het Flevomeer is uitgekomen. Maar fysisch geografen hebben zo'n 15 jaar geleden, onafhankelijk van elkaar, een groep uit Wageningen en een groep uit Utrecht, die hebben dus ontdekt dat dat benedendeel van de IJssel, dat dat veel jonger is dan we dachten. Dat dat pas in de vroege middeleeuwen is ontstaan. En dat het ten tijde van de Romeinen dus helemaal niet bestond. En dat hebben ze met allerlei bodemonderzoek gedaan. Maar ja, dat betekent dus dat bijvoorbeeld E1, hè, een kanaal van Wezel naar de Oude IJssel, ja, dan kwam je weer terug op de Oude Rijn, want de IJssel stroomde niet naar het noorden, nee, die stroomde vanaf Doesburg ten zuiden van de Veluwe en mondde bij Arnhem in de Rijn uit. Waarschijnlijk ter hoogte van het Romeinse castellum in Arnhem-Meinerswijk, maar daar is de onderzoek nog niet echt duidelijk. Maar dat zet dus een heleboel hypotheses wel op z'n kop. Er is dan wel een nieuwe hypothese mogelijk, want de Berkel daarvan is waarschijnlijk dat die ook op de IJssel uitmondde en dus het water langs Arnhem verder wegstroomde, maar dat er dus ergens tussen Zutphen en Deventer, maar er zijn wat verschillende ideeën over, maar ergens zouden de Romeinen toch een verbinding gegraven kunnen hebben. Maar die moet dan wel een soort waterscheiding overbruggen. Hè? Je zou dan hier een waterscheiding gehad hebben. Dat is dus een mogelijkheid. Dus er ontstond wel één nieuwe optie. Maar de andere opties hier in dit gebied zijn allemaal afgevallen. En alleen de Gelderse Vallei bleef dus in principe mogelijk. Hoewel die door weinig mensen als reëel wordt ingeschat, de Utrechtse Vecht en dan wat er ook geweest is van die drie, ook nog mogelijk een doorgraving een stuk noordelijker. Dus dat was het uitgangspunt voor mijn eigen onderzoek. Hier heb ik het nog even in een schema gezet. Dus het kanaal van Corbulo, dat lag direct achter de strandwal. Krijg je dadelijk nog een gedetailleerder plaatje. En dit zijn de drie mogelijke varianten die nog reëel zijn voor het kanaal of de kanalen van Drusus. Met een mogelijke verbinding hier. En daar hebben we dan de bustus van links Corbulo en rechts Drusus ook maar even bij in beeld. Want zij hebben dat uitgedacht. Nou is het zo, ik vertelde al, het kanaal van Corbulo is dus in Zuid-Holland al op enkele tientallen plaatsen gewoon opgegraven. En over de kanalen van Drusus waren we nog steeds aan het puzzelen. Voor ik aan mijn onderzoek begon, was er geen meter van een kanaal van Drusus teruggevonden. Waarom zo'n groot verschil? Nou, er zijn meerdere verklaringen voor mogelijk. Eén daarvan is dat in dat gebied daar in Zuid-Holland, daar is een enorme bouwactiviteit.
Dus je zit daar in de Randstad en al die plaatsen, ja, Den Haag zelf heeft niet zoveel uitbreidingsmogelijkheden, dus al die plaatsen daaromheen zijn flink aan het bijbouwen. Ja, alle planologisch onderzoek tegenwoordig wordt getoetst op archeologie, dus dat leidt, als er aanleiding toe is, tot archeologisch onderzoek. En daar hebben we aan te danken, eigenlijk sinds de jaren 80, dat er dus op zoveel plekken het kanaal van Corbulo is vastgesteld. Drusus, dat is een heel ander verhaal. Naar mijn idee zijn de twee werken van Drusus, dus zijn kanalen en de dam van Drusus, zijn twee onderdelen van een planologisch project dat één gezamenlijk doel dient. Namelijk om een vaarroute naar het noorden te creëren. En dat die dam een ander doel, die dam Behere, bij de splitsing van Rijn en Waal, dat die een ander doel gediend zou hebben dan de kanalen, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik kan het niet bewijzen, maar het lijkt mij aannemelijk. Ze zijn tegelijkertijd, is de aanleg begonnen. Dus ik denk dat de kans groot is dat ze iets met elkaar te maken hebben en dat de dam van Drusus, die zorgde dat er meer water de Rijntak inging ten koste van de Waal, dat het water nodig was om de Rijn zelf bevaarbaar te maken of te houden, maar ook om een mogelijk kanaal te voeden met water. En dan zie je dat, zoals de situatie rond de Romeinse tijd was, dat het niet erg aannemelijk is dat het water hier tegenstrooms ging stromen. Ook al is na de hand een natuurlijke doorbraak ontstaan in dat gebied. Men heeft kunnen vaststellen waardoor dat gekomen is. Hè? Tegenwoordig stroomt het water hier van Westervoort naar Doesburg. Maar in de prehistorie stroomde het van Doesburg naar Westervoort. Is niet zo'n groot verschil, is ook niet zo'n grote afstand. Maar we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat de kleiafzettingen in de oostelijke Betuwe, het hele oostelijk rivierengebied, dat er zeg maar vanaf de ijzertijd, dat er meer dan een meter extra klei is afgezet ten gevolge van steeds meer bewoning stroomopwaarts langs de Rijn, waardoor de erosie op de landbouwgronden optrad, waardoor veel meer slib de Rijn afkwam en waardoor dus het oostelijk deel van het rivierengebied gewoon hoger is komen te liggen. En dan op een gegeven moment krijg je dat het hier over een soort overgang heen gaat stromen en dan een geul uitslijt. En zo is dus de Beneden IJssel ontstaan. Dat hebben de fysisch geografen dus vastgesteld. Maar dat dus de dam van Drusus toen al hier effect gehad zou moeten hebben, dat is niet erg waarschijnlijk. Dus hier was waarschijnlijk een sluis of een overtoom nodig. En ja, dat is nooit zo handig. Terwijl met het water hier zou je, of hier, maar met name in het gebied van de Vecht, ja, daar zou je gewoon makkelijk een zelfstromend kanaal kunnen ontwikkelen. Dus ja, een principieel verschil, zoals ik het zie, de plek van kanaal van Drusus en van Corbulo. Want het kanaal van Corbulo, hier zie je het gedetailleerd. Ik heb het middenstuk nog wat uitvergroot. Al die bruine stippen, dat zijn plekken waar het kanaal van Corbulo is vastgesteld met beschoeiing. En die grijze stippen is waar het kanaal van Corbulo is vastgesteld zonder beschoeiing. Dus dit traject, zeg maar tussen Voorschoten via Leidschendam naar Voorburg en bijna naar Rijswijk, dat staat vast. Het gedeelte verder naar het zuiden, dat staat nog niet vast, maar het ligt deels uitgegraven in de Gantel. Dus het is zo dat de Gantel is een natuurlijke geul uit het eind van de prehistorie. Die is waarschijnlijk toch niet meer als bevaarbare geul gebruikt. En er zijn redenen om aan te nemen dat het kanaal naar Naaldwijk liep, omdat daar een Romeins vlootstation geweest is. En dat lijkt heel logisch, zeg maar, bij de ingang van een kanaal. De ingang hier,
Of misschien daar, die kan ook bij Valkenburg, Zuid-Holland, gelegen hebben. En de ingang daar, dat zijn twee gelijkwaardige punten van de twee verschillende rivieren. Dus de Rijn en de Maas. En tussen twee gelijkwaardige punten ga je geen stroming krijgen. Bovendien, Leidschendam, het woord zegt het al, daar lag een soort waterscheiding, een hele lage waterscheiding. Maar ook in het Romeinse kanaal, bij onderzoek op één plek, is een versmalling waargenomen. En dat moet of een overtoom zijn geweest, waar dus een schip overheen getrokken kon worden, of een sluis. Maar die Romeinse transportschepen, die waren 20 tot 30 meter lang. Nou, die kreeg je niet over een overtoom getrokken. Zelfs niet met 20 paarden, denk ik. Dus ik denk dat het eerder een sluis geweest is. Maar die plek is helaas niet verder onderzocht kunnen worden. Maar daarom is het kanaal gewoon opgevuld. En daarom is het ook makkelijk terug te vinden in de bodem. En ja, ik ben me toen gaan oriënteren, omdat ik dacht van nou, het meest waarschijnlijk is toch dat de route ergens van Drusus ergens langs de Vecht gelopen heeft. Dus ik ben me in dat systeem gaan verdiepen, hoe dat in elkaar zit. En het Vechtsysteem is een aftakking van de Rijn. Bij Vechten en bij Utrecht takt zich dat van de Rijn af. Dat is ongeveer 800 voor Christus ontstaan. En in eerste instantie, nou, tot Breukelen is eigenlijk een eenduidige route. Maar 800 voor Christus volgde het water een westelijke route. Dus wat nu de Angstel is en dan de Gein en waarschijnlijk de Diem. En op een gegeven moment is het water bij Breukelen, hier is een kortsluiting opgetreden. En is het water via de huidige Vecht gaan stromen. En heeft uiteindelijk dus ook het gedeelte vanaf Utrecht de naam Vecht gekregen. En de fysische geografen hielden het op 200 à 300 voor Christus dat dat gebeurd zou zijn. En dat er een natuurlijk proces was. Waarbij avulsies, dat zijn een soort doorbraken in de oever, optreden. En dan een nieuwe rivierloop, een nieuwe zijtak zich ontwikkelt. Dat is zeg maar het systeem. Dus er zitten twee fasen in. En de Angstel heeft aan het eind van de prehistorie weinig doorstroming meer gehad. Ingwer Bos, een wetenschapper die heel veel goed onderzoek gedaan heeft aan het systeem van Angstel en Vecht. Daar ben ik flink ingedoken in zijn publicaties. Ik ben geen bodemkundige, dus ik heb zijn artikelen 4, 5, 6 keer moeten lezen eer ik precies begreep wat hij schreef. Maar ik ben vasthoudend. Dus uiteindelijk lukte dat. En toen werd mij duidelijk dat in het systeem die vlekken die je hier ziet met die lichte omranding, dat zijn voormalige veenmeren. Dus in het veen, nou dat zie je verder ook in Noord- en Zuid-Holland, worden hele stukken die worden, wordt het veen weggeslagen en als er eenmaal een meertje is en de wind heeft vat en de golven kabbelen de venige oever af, dan kan zo'n meer steeds groter worden. Deze meren zijn ongeveer 4000 jaar geleden ontstaan, dus 2000 jaar voor Christus. En die zijn doordat de Angstel daar doorheen is gaan stromen, zijn die zich gedeeltelijk gaan vullen met sediment, wat van de Rijn afkwam. Maar die waren in de Romeinse tijd zeker nog voor een belangrijk deel open water. En toen ik dat eenmaal las, toen ging er bij mij wat werken van, hey, zouden de Romeinen daar niet wat gedaan kunnen hebben? Zouden de Romeinen, omdat voor hun flinke transportschepen, kijk, er zijn in dat gebied allemaal kano's uit de IJssel, of allemaal, in ieder geval verschillende kano's uit de IJsseltijd opgegraven. Dus de mensen die daar woonden, op de beperkte plekken die daarvoor geschikt waren, die verplaatsten zich met kano's. Maar de Romeinen hadden van die zware transportschepen, waarmee ze dus hele legioenen naar het noorden wilden vervoeren. Ja, dat was een ander verhaal. Dus stel dat de Angstel voor hen niet te gebruiken was, dan kan ik me voorstellen
dat ze door een aantal verbindingskanalen, die rode ovalen, tussen die meren onderling, dat ze een route hebben kunnen creëren om toch naar het noorden te kunnen komen met hun schepen. Dus dat was mijn werkhypothese. Alleen, ja, het is leuk om het te bedenken, maar probeer dat maar eens te bewijzen. maar goed, ik gaf de strijd niet op. En ik vond met name dit stukje, het stuk van 2 kilometer vecht tussen Overmeer en Nichtevecht, vond ik ja, toch wel een beetje rechte basisvorm. Ik denk van dat stuk moeten we eens gaan onderzoeken. Dus dat hebben we ook gedaan. En dat is een behoorlijk onderzoek geweest. Maar ja, wie niet waagt, die niet wint. Of tenminste niet verder komt. Dus dat ben ik gaan doen. Wat was het doel daarvan? Nou, de riviermorfologie vaststellen. Morfologie betekent de vorm in de ondergrond. Hè? Dus die meren die lagen in het veen. Dus als daar een kanaal gegraven is, is dat uitgegraven in het veen. Dus je hebt dan aan weerskanten heb je dat zwarte veen. Dat is makkelijk herkenbaar in de boringen. Maar daartussen, je ziet daar een kronkeling. Dus het is een soort rivier die meandert, hè, die een golfpatroon heeft. Die is ook verschoven, zeg maar, gedeeltelijk. En daar zit dan kleiige of zandige vulling. En met booronderzoek kun je dus de begrenzingen opzoeken van waar zit nou het oorspronkelijke veen en waar zitten de afzettingen van die waterloop. En dat hebben we dus gedaan, dus de vorm, maar ook dateringen. Dus als er zo'n lus is ontstaan, die is altijd zeg maar naar buiten toe uitgebocht. Hè? Die erodeert het veen steeds verder. Van kunnen we de vulling met organische stoffen die daarin zitten, monsters, kunnen we die daarvan dateren en daar een soort ontwikkeling van binnen naar buiten in zien. Dat was dus ook een van de doelen. En verder is het zo dat als zo'n vecht eenmaal stroomt, dan gaat hij voert sediment mee dat uit de Rijn afkomstig is, en bij hoog water zet hij het ook op de oevers af. En dan sluiten ze het onderliggende veen af. Dat groeit dan niet verder door. Dus op dat moment stopt de veenvorming. En dan zegt de datering van het bovenste veen zegt iets over wanneer die afzettingen begonnen zijn. Nou, die drie dingen, daar ging het om. Ja, uiteindelijk 439 boringen waren er nodig om dat kaartbeeld voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik zei het net al, ik ben geen bodemkundige. Dus ik heb daar fysisch geografen voor ingeschakeld die de bodembeschrijvingen heel objectief kunnen doen. Hè, van elke laag die ze in de boring tegenkomen. Die kunnen gewoon veel sneller. Die kunnen ook meteen al aan bepaalde boormonsters kunnen ze zien van oh, dat is erosief of dat is een stilstaand waterfase. Dus heel goed dat ik dat uitbesteed heb, maar ja, uiteindelijk ging het om de totaalresultaten en wat kun je daaruit afleiden? Er zijn 415 monsters voor datering verzameld, maar die zijn lang niet allemaal geschikt. Want zo'n rivier stroomt door veengebied heen. Nou, er zit veen van 4000 jaar voor Christus hier en daar. Als dat lospoelt en dat komt in mijn boring terecht, hey, die vulling is 4000 voor Christus, daar klopt het helemaal niet. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus wel bladeren die op de oever aan een boom gegroeid hebben en er ingevallen zijn en vastgelegd in het sediment, die dateren zeg maar de sedimentafzetting op die plek. Dus, een heleboel werk, maar uiteindelijk dus leverde dat wel een beeld op. Nou, waar we uiteindelijk achterkwamen, een heel belangrijk gegeven, is dat want ja, we vonden een aantal merkwaardigheden in de boorresultaten. Dit geeft dan allemaal, je kunt elke boring in een soort kolom afbeelden. Dat zal ik nu niet verder over vertellen, dat wordt uitgebreid. Maar we hebben, om te kijken of de bodem niet verstoord was, hebben we enkele proefputten gegraven.
En daarbij bleek dat er een keurige gelaagdheid was. Dus er was niet gediepploegd of zo. Is in het veen ook niet zo waarschijnlijk. Maar ja, je weet het nooit. Maar wat we daar zagen is dat er bovenaan heel duidelijk een laag herkenbaar is. Die lichte laag die door de vecht dus over het pakket is afgezet. Een laag waar het intacte veen zit. Maar daartussen zat een donkere laag waar geen veen in zat. Maar wat toch donker was. Dus dat had iets te betekenen. En uiteindelijk blijkt dat verteerd veen te zijn. En dat is dus afgebroken, dat veen. Dus er zijn geen organische stoffen meer. En alleen de ingesloten klei die in het veen zat, die houden we nog over. Dus vandaar dat de laag wel een dikte heeft. Als er geen klei in zit, ja, hou je niks over. Dan vergaat het de veenrest alleen en dan heb je niks meer. Maar het was dus een laag klei die veen geweest was. En ja, toen ontdekten we van ja, maar als je de bovenkant van het echte veen dateert, dan mis je dus een tijdsperiode. Dus die datering 200 à 300 voor Christus, dat die afdekking door de vecht is ontstaan, dat geeft niet een werkelijk beeld. Nee, dat moet later gebeurd zijn. Je hebt een hiaat in je tijdsbeleving. En door de diktes te vergelijken en de dateringen direct onder die verteerde laag, hebben we kunnen vaststellen dat er in ieder geval minstens enkele eeuwen bijkomen. Dus dat je eerder aan het begin van de Romeinse tijd zit met het begin van de vechtafzettingen dan 2 à 300 voor Christus. Dus dat is in ieder geval een gegeven wat in de richting van Drusus zou kunnen wijzen. Het is geen sluitend bewijs hoor, want je, met name die C14 dateringen die zijn heel grof, plus of min 100 jaar. Dus je kunt dat niet echt exact dateren, maar het is in ieder geval een aanwijzing. En dan hebben we dus ook zeg maar de scheiding tussen vulling van de verplaatste vechtgeul en het veen aan weerskanten hebben we kunnen vaststellen. En bij de boringen hier hebben we kunnen vaststellen dat er zitten een paar dateringen in. En hier in de andere richting, maar die hebben eenzelfde beeld. Dus dat is ook een aanwijzing dat het met elkaar samenhangt. Dus dat zou ook ten gunste van een kanaal kunnen zijn. Maar de huidige loop is gefixeerd rond 1100, toen de Oude Rijn, of de Kromme Rijn moet ik zeggen, bij Wijk bij Duurstede is afgedamd. Toen stroomde er geen Rijnwater meer doorheen. En toen is het meanderen van de Vecht is ook opgehouden. Dus dit is het eindstadium rond 1100, is altijd hetzelfde gebleven. Maar een aantal dateringen hierin, die gaan, als je die kant uitgaat, worden steeds ouder. En de oudste zitten ongeveer 400 na Christus. En dan heb je helemaal aan deze rand heb je een erosiefase, waarbij dus veen zeg maar losgespoeld is. Dus daar kun je geen goede datering uithalen. Maar dat wijst er dus op dat zeg maar dit continu is verplaatst sinds, nou ja, minstens het eind van de Romeinse tijd, maar waarschijnlijk nog een stuk eerder. Ja, en je ziet in de hoogtekaart zie je ook dat die vecht hier door het Horstermeer een bepaald stadium, zeg maar, een spoor heeft achtergelaten. Waarschijnlijk sluit hij hier zo op aan. Die rode lijn is, die stippenlijn, dat is de reconstructie van hoe de vecht ongeveer 5 à 600 na Christus liep. Dus daar zie je dat hij dichter bij die centrale lijn ligt. Dus het theoretische kanaal en de vecht daaromheen is een soort esculaapvorm. Hè? Het symbool wat de artsen gebruiken. Dus ja, het onderzochte traject van de vecht heeft sterke rechte basisvorming. Een lage sinuositeit, dus niet echt van die enorme lussen. Maar dat heeft ook te maken, het veen biedt weerstand. Hè? Dus die kan niet snel, die gul die kan niet snel uit zijn corset breken, zal ik maar zeggen. Maar het ondersteunt dus het idee van een loop die langs een rechte as begon. De dateringen wijzen dus meer in de richting van de Romeinse tijd.
En de vorm kan dus een indicatie zijn, maar er is verder onderzoek nodig, heb ik geconcludeerd. Dus ik ben daar tijdens mijn promotie in september ook flink over aan de tand gevoeld. Ik zeg, er is geen sluitend bewijs. Het is aannemelijk. Het heeft een redelijk hoge mate van waarschijnlijkheid dat dit het geval is. Maar we kunnen het niet met zekerheid bewijzen. Daarvoor zijn we nog niet ver genoeg. Oké, ik heb in mijn proefschrift heb ik dus overzichten gemaakt van de transportroutes. En deze is dan in de midden-Romeinse tijd, waarbij ik dus even met stippellijnen dus aangegeven heb dat ik denk van nou, dat zou dus door Drusus gedaan kunnen zijn. Het kanaal van Corbulo is met zekerheid vastgesteld. Er zijn nog drie mogelijke kanalen die we kennen in Nederland. Het Marekanaal is in de Romeinse tijd een soort verbinding tussen de Rijn en de Hollandse IJssel, of althans een voorloper daarvan. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. We kunnen niet bewijzen dat het als kanaal is ontstaan. Het is wel zo dat de geul die is ontstaan is een meter of 30 breed, dus veel breder dan een kanaal en ook dieper. Was in ieder geval bevaarbaar in de Romeinse tijd. En ja, het is natuurlijk wel een ideale plek om zo'n verbinding te maken. Maar ook hier geldt weer, 100% bewijzen kunnen we het niet. En dat is best lastig. Hè? Een rivier, een kanaal die rivier wordt, die ruimt zijn eigen aanlegstructuur op. Dat is het probleem waar we mee zitten. Verder is er vlakbij Oosterhout, tegenover Nijmegen, is een kanaal gevonden. Zal waarschijnlijk richting Elst gelopen hebben. En bij Schravendeel, dus in de buurt van Dordrecht, is ook een langgerekte brede structuur in de ondergrond gevonden. Maar daar zit in ongeveer halverwege de vulling zit middeleeuws materiaal. En ja, dat lijkt erop te wijzen dat het toch een jonger fenomeen is. Dus ik acht het niet erg waarschijnlijk. Verder is het idee dat er een verbinding ook geweest moet zijn vanuit de delta naar de Schelde. Omdat er bijvoorbeeld constructiehout uit het gebied in België, het huidige België, in de buurt van Gent of zo, dus Oost-Vlaanderen. Hout is verwerkt in schepen die langs de Rijn zijn opgegraven, Romeinse schepen. En hout werd niet over de weg op karren aangevoerd, want dat waren toch behoorlijk lange gezaagde balken. Dus die moeten per schip aangevoerd zijn. En we weten wel dat in Goeree, dat daar in ieder geval een klein Romeinse haven is gevonden. Dus wellicht heeft daar een verbinding langs gelopen. Maar ja, het is zo'n nat gebied, die kan ook best elders gelopen hebben. Dit zijn de kanalen die we kennen. Ik laat deze als laatste zien, dus voor de Mare nog even. Het is namelijk zo dat hier was een crevasse, een oeverwaldoorbraak ontstaan en aan die kant ook. En die zette aan weerskanten ook weer klei- of zandafzettingen af. Die zijn hier ook aangetoond. Maar het middendeel heeft dat niet. En dat maakt het verdacht. En daarom denkt men dat het middendeel gegraven is. Alleen zoals je hier ziet, hier werd een veetunnel werd aangelegd onder een dijk en een weg door. En daar zie je heel duidelijk gewoon dat dit heeft geen kanaalvorm, dit heeft die halve ovaalvorm. En is dus een geul die natuurlijk oogt, maar er kan best een graafwerk aan ten oorsprong gelegen hebben. Alleen die heeft zijn eigen resten opgeruimd. Ik begin even met de Vecht als vrijstromende aangelegde waterweg. Ik denk dat de bedoeling van Drusus geweest is om die route naar het noorden toe die hij nodig had. Want hij wilde niet over de zee varen. Zeevaart is riskanter dan riviervaart.
Maar je moet ook andere schepen gebruiken. Dus dan had hij zijn goederen moeten overslaan zeg maar bij Katwijk aan zee op zeeschepen. Over de Noordzee naar de Duitse rivieren varen. De Eems, de Wezer, de Elbe misschien. Maar daar weer overslaan op rivierschepen. Maar die waren daar niet. Die moesten dan eerst gebouwd worden. Dus ik kan me voorstellen dat er veel aan gelegen was. Omdat hij... Ja, ik denk dat hij waarschijnlijk wel met enkele legioenen heeft gevaren. Om veel schepen te hebben die gewoon via een binnenlandse route konden doorvaren. Dat zijn optie geweest is. Dus ja, hij heeft er naar gestreefd om die rivier, of zeg maar om die route, om die vanzelf open te houden. En met het extra aangevoerde rivierwater door een soort vrijstromende vaarverbinding van te maken. En nou ja, ik heb daar net al ook wat over verteld, over de kenmerken die daarbij horen. Dit is in mijn ogen dus het transportnetwerk in de vroeg-Romeinse tijd. Dus tussen Drusus, hè, dat is het begin van de Romeinse tijd in Nederland, tot ongeveer 40 à 50, als de limes gevestigd wordt. Dus de Romeinen zich achter de Rijn als rijksgrens gaan terugtrekken. En ik heb de castra, dus de grotere kampen, heb ik met grotere gele bolletjes aangegeven. En de castella, de kleinere forten, zoals die bij Herwe, Arnhem en Vechten hebben gelegen, met kleinere bolletjes. Dat Velzen een grote vestiging was, is het idee van Arjen Bosman ook. En ik ben ook heel benieuwd naar zijn argumentatie. Hij heeft een lijvig boek geschreven, heb ik begrepen. Maar ook de vondst van een Romeins legioenskamp bij Valkenburg, enkele jaren geleden is dat duidelijk geworden, zijn relevant. Dit zijn dus in mijn ogen de vaarroutes. Dus hier naar het noorden, dat was wat Drusus beoogde om achter de Waddeneilanden, die toen de Fabaria genoemd werden, weliswaar af en toe de schepen droog laten vallen als het eb wordt. En dan bij vloed konden ze weer verder varen, maar dan hadden ze niet zeg maar de risico's over de volle zee. Dat lukte en dan konden ze de Eems of de Wezer of de Elbe opvaren. Om op die manier de Germanen dus als het ware in een soort tangbeweging te nemen. Want bij Xanten werden ook troepen de Rijn overgezet om de Germanen frontaal aan te vallen. En deels ook nog via de Lippen met schepen om van hieruit dus Noord-Germanië binnen te vallen. Dus dat was de drijfveer die erachter zat. Nou ligt Velzen ligt hier. En het is zo dat die castella Velzen 1 en Velzen 2, die in de vorige eeuw zijn ontdekt en ook voor een belangrijk deel zijn onderzocht, dat die voor mij ook een belangrijk argument waren om te zeggen, sowieso even los van de fysisch-geografische ontdekkingen, dat een route naar het noorden zo voor het noorden misschien niet zoveel verschil uitmaakte, maar dat Velzen veel meer los lag van de vaarroute van Drusus. Dus ik denk dat een zekere samenhang daar ook wel belangrijk kan zijn geweest. Maar ja, dat zijn allemaal argumenten die natuurlijk nooit doorslaggevend zullen zijn geweest. Een paar dingen. Er is nog een vermelding van, in mijn ogen, de kanalen van Drusus. We hebben het dus over Tacitus en Suetonius gehad. Maar Tacitus heeft nog een andere vermelding en dat gaat over Corbulo. Eind jaren 40 na Christus. Corbulo die liet bij een bepaalde militaire operatie liet die schepen over de Rijn varen, maar ook schepen door de bij eb droogvallende gronden, dus dat zijn de estuaria, de riviermondingen, en door grachten. Per estuaria et fossas, voor degene die Latijn kennen.
Fossa is gracht. En hij vernietigde de vijandelijke schepen. Dat waren de schepen van de Gauken. Dus die leefden ten oosten van de Friezen. En hun leider dreef die op de vlucht. Maar hij heeft het over grachten. En het was nog te vroeg voor de gracht van Corbulo. Die heeft hij zelf laten graven. Maar ik ga ervan uit dat dit op de grachten van Drusus moet slaan. Dus die waren verbonden met de riviermondingen in het Friese, Gaukische gebied. In ieder geval het gebied ten noorden van de Rijn. Dat sluit eigenlijk wel aan op Suetonius. Die vermeldt dus dat er meerdere grachten ten noorden van de Rijn zijn gegraven. Een reusachtig werk. Maar hij schrijft daarbij, want dat is in een latere tijd opgeschreven, dat hij in die tijd, en dat was ten tijde van Claudius, nog steeds Drususgrachten genoemd worden. Dus op die manier komt dat bij elkaar. Dus je kunt het niet met zekerheid duiden, maar naar mijn idee gaat het hier over de Drususgracht en grachten. En zijn er in feite drie vermeldingen van. Ja, Velze 1 met name. Dus echt een vlootstation met uitgebreide pieren die heel sterk geconstrueerd zijn. Ik heb wel eens over de Dam van Drusus ook gedacht, van zou dat niet zo'n constructie geweest kunnen zijn als die pieren daarin velzen. Dat zijn zeg maar constructies van houten balken waar een heleboel steen en aarde en alles wat ze kwijt wilden in gedaan kon worden. Een soort caissons, zoals we die bij de Deltawerken gebruikt hebben. Dit wekt op mij wel de indruk van een haven die er als overslagpunt diende. Dus waar zeeschepen kwamen, de afmeerden en hun goederen ook konden overslaan op rivierschepen. Maar ook waar bijvoorbeeld schepen thuis hoorden die op de zee de Gauken moesten bestrijden. Want het waren nogal zeerovers waar de kustgebieden veel last van hadden. En ik kan me deze haven niet voorstellen zonder dat er verbinding met de zee is. Want zo'n uitgebreide haven achter de duinen, die in feite aan een zijtak van de verbinding naar het noorden ligt, ja, die heeft dan eigenlijk geen belangrijke functie, althans, dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Dus ik denk dat er op een of andere manier dat dit een aanwijzing is dat er een open verbinding nog van het oerij met de zee geweest moet zijn. Maar dit botst met een ander onderzoek, dat van Peter Vos, een hele goede bodemkundige. Die de monding van het oerij een stuk ten noorden van Velze al enkele honderden jaren voor Christus laat sluiten. Nou is dat op een andere plek dan waar Velze ligt, dus het is wel denkbaar dat er bijvoorbeeld elders ook nog een opening geweest moet zijn. Daar heb ik ook geen zicht op, maar ik denk dus dat er toch een toegang tot de zee geweest moet zijn op een of andere manier. En er is wel eens gezegd, ja, dan gingen ze via het Flevum, maar dat is een behoorlijke omweg. Dat lijkt me niet echt praktisch. Als je nou de klassieke auteurs eens goed bekijkt, en dat ga ik samen met u doen, over wat ze precies geschreven hebben over onze rivieren, dan tekent zich voor mij daar wel een bepaald beeld in af. En dan maak ik eigenlijk onderscheid, pakweg tussen voor- en na-Drusus. Strabo, die was voor een belangrijk deel in de prehistorie en het begin van onze jaartelling schrijver. Die heeft nadrukkelijk gesteld in zijn geschriften dat er twee Rijnmonden zijn. En dan moet je dus denken aan de Oude Rijn die bij Katwijk in zee komt en de Waalverbinding naar de Maas toe die dus in zee komt waar nu Hoek van Holland ongeveer ligt. Caesar in het midden van de eerste eeuw in Bello Gallico
die schrijft dat de Maas een deel van het water van de Rijn ontvangt. En dat is de Waal. En dat dat 80 mijl van de kust af ligt, dat punt. Terwijl het hele eiland der Bataven tussen de Rijn en de Maas, dus vanaf Herwe tot de zee, ongeveer 100 mijl is. En dat betekent dus dat die samenvloeiing van Maas en Waal, dat dat ja, ter plaatse van Kessel-Lid ongeveer geweest moet zijn. En dat is ook de plek waar Nico Roijmans de slachting van de Tencteren en de Usipeten plaatst. Vergilius, helemaal voor Christus, die schrijft over de tweehoornige Rijn. Nou wordt de Rijn ook wel afgebeeld als een godheid, een soort half mens, half stier, met twee horens. Iemand die commentaar heeft geschreven op Vergilius, dat is een zekere Servius, die schrijft echt dat dat tweehoornige bedoeld is en slaat op de twee takken van de Rijn. En de ene tak die behoort tot het Romeinse Rijk en de andere tak die stroomt door het barbaarse land. En dat ja, moeten in mijn ogen dus de Rijn en de Maas zijn met het water van de Waal daaraan toegevoegd. Een ander beeld is een latere periode. En dan denk ik, wat is er intussen gebeurd? Ja, Drusus is aan het werk geweest. Maar Plinius, die heeft sowieso over die 100 mijl van het eiland der Batavieren. Maar die geeft aan dat er meerdere eilanden zijn. En een eiland is dan, zeg maar, als een rivier zich splitst in tweeën tot aan de zee. En dan aan de andere kant de zee. Dat wordt dus door de Romeinse geschiedschrijvers als een eiland beschreven. Dus de Betuwe tot en met het gebied van de Cananefaten bij Den Haag en zo. Dat is één eiland, het Insula Batavorum, het eiland van de Batavieren. Nou, er zijn verschillende eilanden geweest die dus ook door verschillende volkstammen bewoond worden. En die liggen tussen het Helium, dat is het Helinium, dat is de Maas-Waalmonding. Dus waar nu de nieuwe waterweg ongeveer ligt. En het Flevum. En het Flevum is het Vlie. Het Flevomeer en het Vlie. En daartussen liggen allemaal eilanden. En dat is ook logisch, want je hebt tussen de Maas en de Rijn heb je het eiland, het Insula Batavorum. Maar tussen de Oude Rijn en het Oerij heb je ook een eiland. En ten noorden daarvan heb je ook nog een eiland. Dus tussen het Oerij en het Vlie, wat tussen het huidige Ameland en Vlieland en Terschelling, dus in de zee uitmondt. Ja, dus dat zijn allemaal eilanden. En hij schrijft dus dat de monden waarin de Rijn zich bij zijn in zeestromen, in het noorden in meren en het zuiden in de rivier de Maas verdeelt. Dus die gaat zich volgens deze schrijver, verdeelt hij zich in drieën. De zuidelijke is nog steeds de Maas waar de Waal naartoe gestroomd is. En de noordelijke is het Flevum dus. En daartussen behoudt hij zijn eigen naam, dus de Rijn. He, dat stroomt naar Katwijk aan zee. Dat Flevum, dat wordt nog in een andere zin van hem expliciet genoemd. Via meren stroomt het water. In drie monden. Het Flevum is het noordelijke, het zuidelijke is het Helinium. En in het midden onder zijn eigen naam. Dus hij herhaalt in feite dat op een andere plek nog eens. Dat is dus wat Plinius schrijft. Pomponius Mela, die schrijft ook wat. En die beschrijft de Rijn als een rivier met twee takken. De ene tak aan de linkerkant
blijft hij tot aan zijn uitmonding rein. Aan de rechterkant heeft hij een tak die eerst smal en zichzelf gelijk, dus als een rivier stroomt, vervolgens als zijn oevers wijd en zijd terugwijken, niet langer een rivier, maar een groot meer, Flevo genaamd. Nou ja, dat kennen we allemaal wel, het Flevomeer. Maar dan komt, nadat dat water een eiland van dezelfde naam heeft omvat, dus een eiland Flevum, wordt omvat door die rivier die meer is geworden. En dan vervolgens wordt de rivier opnieuw smaller en loopt die wederom rivier geworden uit in de zee. Ja, dan is het lastig, want dit is geen volledig duidelijke beschrijving hoe je dat nu moet voorstellen. Maar als ik dus kijk naar wat we aan geulen en rivieren hebben, dan denk ik, de Vecht komt uit in het Flevomeer, tot zover is het duidelijk. Dan heb je vanuit dat meer kun je het Oerij invaren en je kunt naar het noorden doorvaren. Het Vlie kom je dan uiteindelijk in terecht, hè, als je door het Flevomeer heen bent. En dat gebied daartussen, dat moet dus het Flevum zijn, het Insula Flevum. En als ik er dan bij haal dat weliswaar het Vlie Flevum genoemd kan worden, er is ook een Castellum Flevum. En dat ligt niet aan het Vlie, maar dat ligt aan het Oerij. En dat is Velzen. Dus ik denk dat Flevum, dat op meerdere plekken op een verschillende manier zijn naam heeft achtergelaten. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. En ik weet niet of die naam Velzen wel eens ooit, zeg maar, echt als naam is onderzocht. Maar het wordt wel geïdentificeerd met Castellum Flevum. En ook de sporen die opgegraven zijn van gevechten die hebben plaatsgevonden, die vinden we ook terug bij de Romeinse geschiedschrijvers, dat daar strijd is gevoerd. Dus ja, dat plaatje, dat past toch denk ik wel aardig goed. Kortom, het eiland Flevum moet dus door de... Oh nee, daar kom ik dadelijk op. Ptolemeus, dat schuif ik nog even voor me uit. Oh, hier zijn we al, Ptolemeus. Die noemt zelfs drie Rijnmonden. Ten noorden van Lugdunum. Lugdunum Batavorum, dus Katwijk aan zee. En hij werkt met coördinaten, daar zal ik dadelijk een plaatje van laten zien. Omdat Ptolemeus had vooral te maken met de scheepvaart over zeeën. En zeeschepen konden ze in de Romeinse tijd al redelijk goed coördinaten bepalen. Noord-zuid aan de hand van de sterrenhemel, oost-west door gewoon afstanden die ze voeren, hoe lang ze erover deden, schatting van de snelheid. Konden ze redelijk bepalen. Natuurlijk niet zo precies als tegenwoordig, maar dat ging heel redelijk. En al die coördinaten van waar riviermondingen in de zee uitkwamen, want dat waren belangrijke plekken, die heeft hij vastgelegd. Nou, er zijn ten noorden van Lugdunum, dus dat ligt aan de zuidkant van de Oude Rijn, zijn drie mondingen. En ik denk dan van, dat moet dus de Oude Rijn zijn, het Oerij en het Flevum, het Vlie. Maar, komt zo. Gaan we naar de coördinaten kijken, ja? Oh, hier zijn ze al. Hij schreef in het Grieks, maar gelukkig is er een Duits afschrift van. Dat was niet echt nauwkeurig, dus hele graden. En dan een graad is te verdelen in 60 minuten. Maar ik geloof dat ze, nou ja, 30 is de helft van 60, 45 is de kwart van 60, dan nog een keer 40 of 15, maar dan houdt het wel op. Dus heel ruwweg, zeg maar, nog een gedeelte van een graad erachter. En hier zie je in feite in zijn opsomming, dat is toch het belangrijkste, hou vast, want er zitten zeker afwijkingen in die coördinaten.
Maar met name de volgorde waarin die ze beschrijft is vanuit Frankrijk langs de kust, helemaal langs het huidige België en Nederland naar Noord-Duitsland en Denemarken. En hier hebben we er een gedeelte van. Hier zit je bij de Seine, dus nog in Frankrijk, Boulogne-sur-Mer. Maar dan krijg je de Maasmonding, dan krijg je vervolgens Lugdunum, wat abusievelijk Leiden wordt genoemd, maar dat klopt niet. En dan ten noorden van Leiden heb je de westelijke Rijnmonding, de middelste Rijnmonding en de oostelijke. En in een stuk tekst beschrijft hij dat die oostelijke het Flevum is, dus het Vlie met het Flevomeer. Want ik heb hier nog een uitbreiding van de tabel. Als je dus in Germanië gaat kijken, de Vidrus ligt weer niet zo ver van het Flevum af. En dat is waarschijnlijk ergens bij Friesland. Friesland bestaat uit oude kaarten twee delen met een soort grote inham ertussen. En dan krijg je vervolgens de haven Mararmenum die ergens bij Friesland gelegen moet hebben. En dan de Eems, de Wezer en de Elbe. Dus ja, het is een redelijk coherent plaatje qua volgorde. Maar de exacte coördinaten, die moet je met een korrel zout nemen. Er zijn ook kaarten, die worden wel de kaarten van Ptolemeus genoemd, maar volgens mij heeft hij ze nooit zelf gemaakt, maar zijn later met zijn coördinaten dus tekeningen gemaakt. En hier zie je dus ook dat de Rijn zich uiteindelijk in drie takken splitst, ten noorden van Lugdunum, dus Katwijk aan zee. Ja, dan zou dit de Oude Rijn, dit is het Oerij en dit het Vlie moeten zijn. Hier heeft hij dan de Maas getekend. Ja, en hier ga je dan verder richting Boulogne en Frankrijk. Dus een nieuwe kijk op zeg maar het gebied met de rivier lopen. Door de klassieke auteurs, ja, toch goed te wegen, maar het punt is, er kunnen altijd vergissingen in zitten en je weet nooit wie wat waarom geschreven heeft, dus moet je altijd wat voorzichtig zijn, maar het lijkt mij redelijk plausibel, dus dat Insula Flevum, dat Noord-Holland ten noorden van het Oerij is. En ja, daar hoort dan dit plaatje bij. En op een of andere manier een opening naar zee toe, dus ook vanuit het Oerij. En dat was dan in de tijd van, op het moment dat eerste Castellum Velze is gesticht, en ik weet niet het exacte jaartal, maar ik meen ergens tussen 15 en 20 na Christus, als ik het even uit mijn hoofd doe. Er was veel onrust op zee door de Gauken die steeds rooftochten probeerden te ondernemen. En weliswaar wordt de ontwikkeling van Velzen ook gekoppeld aan de verovering van Britannia. En daar hangt het ongetwijfeld ook mee samen. Maar de vraag is of de echte oversteken, of die veel van hieruit plaatsvonden. Ja. Het zou kunnen, want er moesten ook troepen van de Rijn aangevoerd worden. Dus dat kan. Maar het is zeker ook om de onrust op de Noordzee om die te bestrijden. En Corbulo is daar nog flink mee bezig geweest. Maar onder Caligula begint eigenlijk de eerste aanzet voor de Limes te ontstaan langs de Rijn. En als Corbulo teruggeroepen wordt door de keizer, kort voor 50 na Christus, dan is het echt gedaan. En dan krijg je dus de consolidatie van de Limes. Ja? En dat was hem.